In de woning is een balansventilatiesysteem met warmteterugwinning geplaatst. Dit noemen we een WTW-installatie. Dit systeem zorgt voor schone lucht in de woning. Via de ventielen in het plafond wordt de schone lucht in de woonkamer en slaapkamers geblazen. De afzuiging van de vervuilde lucht gaat via de ventielen in de keuken, de badkamer en het toilet. De WTW-installatie is voorzien van een vochtsensor en een CO2-sensor. Deze zorgen ervoor dat de luchtkwaliteit goed blijft. De CO2-sensor zit in de woonkamer en overloop van de eerste verdieping. De CO2-sensor kan op basis van behoefte worden ingezet. Maak de aan- en afvoerventielen regelmatig schoon met een stofzuiger. Doe dit niet met de stofzuigerslang alleen, maar met een zachte borstel op de slang. Het is niet toegestaan om de aan- en afvoerventielen eraf te halen. Op het display van de WTW ziet u op welke stand de afzuiging is ingesteld. In geval van een storing ziet u deze melding. Dit betekent dat het filter schoongemaakt dient te worden. Maak de twee filters om beurten schoon door gebruik te maken van een stofzuiger met zachte borstel. Let er wel op dat u de linker en de rechter filter op de juiste plek terugplaatst. Na het schoonmaken kunt u de filtermelding resetten door op het display minimaal 4 seconden op OK te drukken. Wanneer de letters A, E of EA in combinatie met een cijfer in uw display staan, neemt u altijd contact op met RegGewoon.